De nieuwe Volkswagen Touran is de familieauto van Volkswagen. Als we naar de auto kijken, kunnen we al direct zien dat de nieuwe Volkswagen Touran in lijn is met het nieuwe gezicht van Volkswagen. Hij lijkt dan ook op zijn grote broer, de Volkswagen Passat, maar ook op zijn kleine broertje, de Volkswagen Golf. Wat onder andere nieuw is aan deze Touran is dat hij op het nieuwe MKB platform staat. En daardoor is de auto 13 centimeter langer dan zijn voorganger, maar hij is ook een stuk lichter geworden. En daarnaast is de nieuwe Volkswagen Touran ook voorzien van alle multimedia en connectivity systemen van Volkswagen. Als we even achter in de auto gaan kijken, kunnen we zien wat Volkswagen met de ruimte achterin heeft gedaan. De achterklep van de nieuwe Volkswagen Touran is optioneel elektrisch te openen via de sleutel of via de bewegingssensor in de bumper. Als we kijken naar de kofferbakruimte van de nieuwe Volkswagen Touran, zien we dat die aanzienlijk vergroot is. En daardoor biedt Volkswagen optioneel aan om er een 7-zitter van te maken. Ook het interieur van de nieuwe Volkswagen Touran is compleet onder handen genomen. Zo is het complete dashboard opnieuw vormgegeven, maar ook de luchtregeling is aangepast. Ook het multimedia systeem van Volkswagen heeft een update gehad. En zo is het mogelijk om de auto uit te rusten met App Connect. En met Volkswagen CarNet, waarbij je auto in contact kunt brengen met het internet.